teamoefening 16. Overkomen. Tijdens de oefening gaat het team in een halve kring staan of zitten. Jij als trainer staat voor de groep. Iedereen gaat erachter komen hoe hij op de anderen overkomt door zich zo neutraal mogelijk voor te stellen aan de groep. Jij als trainer doet voor hoe iedereen zich voor gaat stellen. Je komt op vanaf de zijkant, zegt ik ben en je naam en loopt vervolgens weer af. Je vertelt de deelnemers dat wanneer iemand de oefening doet, ze goed mogen opletten wat iemand meer doet dan neutraal. Bijvoorbeeld dat iemand glimlachte of dat iemand met zijn handen friemelde. Je wijst iemand aan die de oefening gaat doen. Deze persoon komt op, zegt ik ben en zijn naam en loopt vervolgens weer af. De deelnemers bekijken dus goed wat de persoon meer doet dan neutraal en benoemen dat technisch zonder er een oordeel aan te koppelen. Bijvoorbeeld dat hij zijn wenkbrauwen optrok. Of misschien wel dat hij lachte na het zeggen van zijn naam. Wanneer iemand iets zegt waar een oordeel in zit, bijvoorbeeld dat hij onzeker overkwam, vraag je of die persoon technisch kan benoemen wat hij heeft gezien waarom hij het onzeker vond overkomen. Bijvoorbeeld doordat hij veel met zijn ogen knipperde. Na de observaties loopt de persoon opnieuw op en doet hetzelfde zonder de dingen te doen waar het team hem van bewust heeft gemaakt, zodat hij zo neutraal mogelijk overkomt. Let erop dat neutraal niet doods of vertraagd is. Het gaat puur om trekjes in het gezicht of lichaam waar iemand zich niet van bewust is. Na zijn tweede poging geven de mensen weer feedback over wat ze hebben geobserveerd toen hij zich voorstelde. Het kan zijn dat hij het nu helemaal zonder eerder benoemde trekjes deed, dat er andere dingen voor in de plaats zijn gekomen of dat dingen hetzelfde zijn gebleven. De persoon stelt zich voor een laatste keer zo neutraal mogelijk voor en de kijkers geven weer terug wat ze hebben gezien. Bijvoorbeeld dat hij een mondhoek omhoog trok toen hij opliep. Leg uit dat trekjes of maniertjes die iemand heeft heel positief voor iemand kunnen zijn. Alleen dat het handig is je ervan bewust te zijn dat je bijvoorbeeld altijd je wenkbrauwen optrekt als je iets zegt, zodat je er ook voor kunt kiezen dat niet te doen. De persoon die is geweest gaat weer terug in de halve kring en wijst iemand aan die nu aan de beurt is. Dit wordt herhaald tot iedereen aan de beurt is geweest. Nu wijs je iemand aan die iemand anders gaat imiteren. Iemand komt op met dezelfde trekken als degene die hij imiteert, maar stelt zich voor met zijn eigen naam. Vervolgens raadt iedereen wie hij imiteerde. Dit gedeelte doe je alleen wanneer de sfeer goed is in de groep. Degenen die het goed hebben geraden, hebben een punt verdiend. Degene die imiteerde gaat weer terug in de halve kring staan en wijst nu een volgend iemand aan die iemand gaat imiteren. Dit ook weer net zo lang, totdat iedereen iemand heeft geïmiteerd. Degene die het vaakst goed heeft geraden en het meeste punten heeft, heeft gewonnen. Jij als trainer begeleidt het team en geeft waar nodig feedback en brengt variaties aan in de oefeningen. Wat voor variaties kun je lezen onder deze video op YouTube? En ben je nog niet geabonneerd? Klik op abonneren om op de hoogte te blijven van iedere zondag een nieuwe groepsoefening op youtube.com/oefeningen ter bevordering van samenwerking en communicatie.